Hartelijk welkom. Dit is het RTV A-nieuws van woensdag 7 januari. De burgemeester gaat een onderzoek laten uitvoeren naar de situatie van de overleden 84-jarige bewoonster van de Loggerflat. De vrouw kwam om het leven na een brand in haar flat en bekend is dat zij ondersteuning voor huishoudelijke hulp heeft gekregen. RTV Noord-Holland meldde gisteren dat zij op een wachtlijst stond voor een verzorgtehuis. Een groot deel van de bewoners van de Loggerflat, dat afgelopen dagen ergens anders moest bivakkeren, is weer thuis. Vier omliggende woningen van het uitgebrande appartement blijven deze week nog onbewoonbaar. Dat liet een woordvoerder van de gemeente Amstelveen vandaag weten. Amstelveen-Noord ervaart nog steeds problemen met parkeren. Er zijn weliswaar voldoende parkeerplaatsen aangelegd voor de bewoners en winkeliers, maar toch kunnen die moeilijk een plek voor hun eigen auto vinden in verband met forensen die de auto in de wijk zetten. Wij spraken met enkele winkeliers. De problematiek is ontstaan enkele jaren geleden toen in Buitenveldert betaald parkeren werd ingevoerd. Veel mensen die daar wonen of werken parkeren hun auto in Amstelveen-Noord en gaan vervolgens per tram of bus Amsterdam in. Hun auto staat ondertussen de hele tijd in de Amstelveense wijk. Het probleem speelt met name langs de Amsterdamse weg en de Beneluxbaan en dan vooral dicht bij de haltes bij de grens Amstelveen-Amsterdam. Bij de Amsterdamse weg speelt dit heel duidelijk, omdat hier veel bussen stoppen. Ja, dat is een heel bekend verhaal inderdaad. Het is al jaren zo'n groot probleem hier in de buurt, dat het hier altijd druk is met parkeren, mensen die carpoolen en de stad ingaan. Het is de laatste jaren wel wat minder geworden natuurlijk, door de, zoals je ziet, de blauwe zone, maar het is inderdaad een bekend probleem. Ja. Van bewoners hoor je het zeker. Die hebben hier in de Randwijk hier achter mij dat is zeker een probleem, want dan hoor je heel veel mensen klagen inderdaad, dat ze zelf nooit een plek hebben voor de deur, omdat er altijd weer mensen staan die dus parkeren om te carpoolen, om met de bus de stad in te gaan. Er zijn de laatste twee jaar wel veranderingen geweest natuurlijk, wat ik net zei, de blauwe zone die ze ingevoerd hebben en een gedeelte betaald parkeren. Dat werpt op zich wel de vruchten af voor de mensen die hier lang willen staan. Want het is natuurlijk maximaal 2 uur mag hier staan. Dus je merkt wel wat meer rust qua auto's. Dus. En u noemde net een parkeerplaats hier in de buurt? Ja, we hebben hier achter in het Amsterdamse bos. Naast de hockeyclubs is er een hele grote verlichte parkeerplaats. Waar het vrij parkeer is. Waar iedereen gewoon zijn auto gewoon elke dag maar neer mag zetten. En vanaf daar eigenlijk heel makkelijk naar de bus toe kan lopen om de stad in te gaan. De Bourgondische Laan ligt bij de Beneluxbaan, maar niet dicht bij een tramhalte. Er staan diverse winkels, maar men ervaart hier geen parkeerprobleem. Nee. Ze gaan hier echt zuiver voor Albert Heijn. Even de boodschappen doen of even langs de kapper. Of even naar het buurtcentrum als ze met de auto komen. Hooguit een half uur parkeren ze hier. Niet dat ze de tram gaan pakken, hier parkeren en met de tram naar Amsterdam gaan. Nee, daar merken wij niets van. Dichter bij de tramhalters is de situatie anders. Hier staan de auto's echt kop aan kont. Ook bewoners zouden veel last hebben van geparkeerde auto's van mensen die er niet wonen. Maar geldt het ook voor iedereen? Wij vroegen de bewoners hoe zij het probleem ervaren. Het staat hier regelmatig vol met andere auto's dan van de bewoners hier op de rij. Dus dat klopt wel. Als ik nu zo kijk, staan er een stuk of 8 of 9 auto's. En één daarvan is van de bewoners hier. Je ziet hier de opgang is hier naar de metro en met name ook hier naar Amsterdam Buitenveldert. Het zijn met name nog forensen die 's ochtends hier een auto neerzetten en dan de hele dag weg zijn. Dus op het moment dat je hier je auto wegrijdt en dan springt er iemand anders ver in de plaats. En als je dan thuis komt, dan kan je auto nergens kwijt. Er zijn twee punten aan het probleem. Er is in de tijd een onderzoek geweest van de gemeente of hier betaald parkeren zou komen. De buurt heeft daar nee tegen gezegd. En nu ontstaat de situatie dat de mensen die in Buitenveldert of in Amsterdam moeten zijn, hier hun auto gratis neerzetten, terwijl ze in Buitenveldert moeten betalen. En dus gratis parkeren en 's avonds om 5 uur de auto weer weghalen. Maar overdag is er inderdaad een probleem voor de automobilisten die hier moeten zijn. Wij hebben toen gekozen voor de optie voor een vergunning met bezoekersplekken. Dus als wij het bezoek krijgen, dat we dan een aantal kaarten hebben die we kunnen vergeven. Alleen dan heb je het probleem een paar straten verderop. Ja, ik zit daar in principe ook natuurlijk niet op te wachten, maar ik ben bang dat dat wel de enige oplossing is, dat er betaald parkeren komt. We hebben borden gehad, gele borden waarop stond alleen parkeren voor bewoners. Ik heb begrepen dat die zijn weggehaald omdat er toen weer overlast op andere plekken kwam.
We voelen ons ook niet echt gehoord wat dat betreft door de gemeente. Een aantal mensen vertelden ons ook dat zij helemaal geen problemen meer hebben met het parkeren van een auto. Deze mensen wilden echter niet voor de camera reageren. Met het nieuwe jaar is ook het Amstelveenloket van de gemeente van start gegaan. Wij vroegen medeverantwoordelijk wethouder Brandes voor wie het Amstelveenloket is bestemd en hoe het werkt. Nou, wat het is, het Amstelveenloket, eigenlijk al vanaf 1 januari, maar op 2 januari opengegaan. Verantwoordelijk geworden voor alle zorg- en hulpvragen die te spelen. Zowel op werk- en inkomengebied, de jeugdhulp en ook de oude WMO en de nieuwe WMO vanaf 2015. Dus iedereen die een ondersteuningsvraag heeft voor de gemeente, kan hier terecht in het Amstelveenloket. Dat zijn heel veel onderwerpen. Hoe zorgt u dat de klant bij de juiste ambtenaar terechtkomt? Nou, hier binnenkomen, dat kan makkelijk. Gewoon echt hier binnenkomen of bellen of zelfs via de computer. Daar hebben we mensen zitten, mensen die goed opgeleid worden om goed door te kunnen vragen wat de specifieke hulpvraag is. En vervolgens kunnen ze dan kijken of ze die meneer en mevrouw direct kunnen helpen. Omdat het echt een heel duidelijke, wat wij dan zo mooi noemen, een eenzijdige vraag is. Waar we duidelijk kunnen zeggen, nou, u moet bij die en die instelling zijn of bij die en die instantie. Of we geven u deze hulp. Wordt het wat ingewikkeld, dan hebben we hier echt letterlijk hierachter een afdeling zitten. En daar zitten mensen die gespecialiseerd zijn op elk gebied. Zowel van werk en inkopen. Er zitten jeugdhulpverleners. Er zitten mensen die kunnen ondersteunen bij de schuldhulpverlening. Die kunnen er eventueel bij geroepen worden. En dan hebben we echt direct in het eerste gesprek al heel duidelijk de hulpvraag op tafel. Eén loket, dat is geweldig, maar toch zijn er 3 wethouders. Is dat logisch? Ja, dat is heel logisch. Het is een hele grote operatie. 3 wethouders. Eigenlijk 3 wethouders en een burgemeester. En ik durf eigenlijk nog verder te gaan. Het is gewoon het hele college. Hele grote verantwoordelijkheid die we per 1 januari naar ons toe hebben gekregen. En het is heel duidelijk dat we die ook echt met z'n allen willen dragen. Het heeft heel weinig met de partijpolitiek te maken. Het is gewoon echt iets, hoe willen wij elke vorm van ondersteuning en hulp voor onze Amstelveeners goed gaan organiseren. IVN Amstelveen geeft binnenkort een vogelcursus. Daarbij gaat het onder meer over de vogeltrek, welke vogels er zijn in Amstelveen, hoe je de vogels herkent en wat de vogels allemaal doen. De cursus omvat diverse excursies in de Amstelveense parken en polders. Meer informatie vindt u op ivn.nl/Amstelveen. 2014 was een goed jaar voor het Cobra Museum. Met bijna 100.000 bezoekers hebben zij het hoogste aantal gehaald sinds de afgelopen jaren. Waaraan hebben ze deze succesvolle stijging te danken? Nou, we hadden natuurlijk afgelopen jaar hadden we de prachtige tentoonstelling From the Guggenheim Collection to the Cobra Museum. Dat is natuurlijk een belangrijke reden voor dit prachtige aantal bezoekers. Daarvoor hebben we extra ons best gedaan om daar iedereen van op de hoogte te stellen. Door een uitgebreide reclamecampagne te maken daarvoor. Veel energie te stoppen in de mensen, de nationale en internationale toeristen die al zich in Amsterdam bevinden. We weten dat ze veel musea bezoeken. We hebben enorm veel concurrentie in Amsterdam van de musea die zij kunnen bezoeken. En we proberen dat toch met veel energie om een graantje daarvan mee te pikken en mensen naar Amstelveen te halen. En dat is gelukt. En dat zijn ook meteen de hoogtepunten van het jaar, het Guggenheim? Nou, de Guggenheim was wel een hele unieke tentoonstelling. Dus we kunnen best wel zeggen dat dat het hoogtepunt van 2014 was. We hadden ook nog prachtige andere tentoonstellingen. We hebben eigenlijk continu tentoonstellingen. We hebben de collectie van het ING hebben we gehad. Die zijn we nu hier aan het afbreken. Plek te maken voor de volgende tentoonstelling. We hebben stilgestaan bij het 100-jarig geboortejaar van de Cobra-kunstenaar Asger Jorren. Heeft heel veel publiciteit opgeleverd. Maar je moet niet vergeten, je hebt een cultureel seizoen en je hebt een kalenderjaar. En soms lopen tentoonstellingen over het kalenderjaar heen. Dus het is belangrijker om naar wat een langere termijn te kijken. Om te zien hoe het gaat met de bezoekersaantallen. En dat is ook wat je in deze tabel ziet, is dat wij eerst altijd rond de 50.000, 60.000 zaten. En zelfs op een gegeven moment 40.000. Dat is de laatste jaren door op een andere manier te programmeren. Consequenter te programmeren, een stijgende lijn hebben ingezet. En, er is nu bezig om een nieuwe tentoonstelling hier op te zetten. Welke tentoonstelling gaat het worden? We beginnen dit jaar met tentoonstelling Collection Daar anno 1969. Dat is een tentoonstelling over een roemruchte galerie uit de jaren 70 en 80. Hij was opgericht in 1969 uit Amsterdam.
Er is een prachtige collectie van overgebleven en die is vanaf 16 januari hier te zien. We hebben in 2015 verder een grote tentoonstelling rondom de Oostenrijkse schilder Arnulf Reiner in de planning zitten. Dat zal in begin mei openen. En we werken ook nog een heel hard aan, maar daar mag ik niet veel over zeggen, aan een grote tentoonstelling aan het einde van het jaar. En dat is, zou je kunnen zeggen, een soort van Guggenheim-achtige tentoonstelling. Over kunst gesproken, de al onbekende kunstenaar Anton Heijboer, die vele mensen heeft overdonderd met zijn kunstwerken en zijn persoonlijkheid, hangt in het Jan van der Togt Museum. 10 jaar na zijn dood besluit het museum een ode te brengen aan hem. We hebben zeg maar altijd veel tentoonstellingen van hem gehad, maar Anton is 10 jaar geleden overleden, 2005, en nu is 2015. En het leek ons weer goed om Anton weer opnieuw te brengen. Hij is nu wel in de bovenruimte en beneden hangen een paar. En ja, zoals ik net zei, we hebben hem heel vaak gebracht. En Anton is natuurlijk een hele speciale kunstenaar. Het is een hele bijzondere man, een excentrieke kunstenaar. Wat maakt hem nou zo bijzonder? Nou, omdat hij ook heel eigenwijs was. Als mensen bijvoorbeeld iets kochten bij hem en zeiden bijvoorbeeld, ja, dat stukje erin vinden we eigenlijk niet mooi. Dan verscheurde hij dat meteen waar die mensen bij zijn en dan bewaren. En dan zei ze gewoon, je krijgt het nog ineens meer. Hè? En dan maakte hij daar weer een heel mooi kunstwerk van. En dat maakte hem natuurlijk, en zeker ook met de 4 vrouwen. En hij had 4 vrouwen om zich heen. En welke man heeft dat? En die hebben ook altijd, hebben ze met z'n 5 gewoond in het atelier. U kent hem zelf ook. Hoe ziet u hem? Hij was ook was een hele intelligente man. Altijd hele goede gesprekken mee gehad. Maar als zeg maar iets hem niet aanstond, als de vrouw bijvoorbeeld naar buiten wilde, dat wilde hij gewoon niet, dan ja, dan zei hij, blijf jullie voorlopig maar weg. Of ze gingen mee in Noord-Holland en iets zinder hem niet. Dan zeiden jullie, gaan maar lopen terug naar het atelier. En dat was het gekke. Die vrouwen accepteerden het allemaal en die vonden dat helemaal niet erg. En in 2004 heeft Anton Heijboer enkele kleiobjecten geschonken aan het museum. Van waar dit gebaar? Die heeft hij geschonken omdat we hadden toen een hele grote tentoonstelling van hem gehad. En dat had hij toch een soort waardering voor ons dat we dat gedaan hadden. En dat zijn ook unieke stukken. Dat is allemaal eenmalig gemaakt van klei. En dat maakt hij dan ook, zeg maar, in 10 minuten zo'n object. Door een zoekapplicatie zijn gestolen goederen uit Amstelveen weer terecht. Op oudjaarsavond werd er in een huis aan het Turfschip ingebroken. Met behulp van de applicatie werden de gestolen spullen in een tuinhuisje bij een woning in diezelfde wijk weer teruggevonden. De inbreker is nog niet opgepakt, maar is mogelijk wel een bekende van de politie. De politie verwacht de man snel te kunnen aanhouden. Komende nacht gaat het af en toe regenen en is de wind meest matig. Ook morgen verloopt bewolkt en het regent langdurig. Later in de middag wordt het droog en klaart het wat op. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden en de middagtemperatuur bedraagt dan 8 graden. Dit was het RTVA-nieuws van woensdag 7 januari. We zijn er morgen weer om 7 uur. Graag tot dan.